Hoi, ik ben Mark van Beurden. Vandaag gaan we op bezoek bij een van onze leerbedrijven waar we fijn mee samenwerken. We gaan op bezoek bij Amega en we gaan een kijkje nemen in de keuken. Gaan jullie met me mee? Hoi Anne, jij bent praktijkopleider bij Amega. Hoe gaan jullie om met het opleiden van Curio-studenten? Nou, opleiden vinden wij binnen Amega erg belangrijk. Voordat een student bij ons stage komt lopen, kijken wij goed naar de opleiding die de student volgt bij het Curio College. En daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat we daarbij ook een geschikte stageplek voor de student vinden. De theorie wordt voornamelijk natuurlijk geleerd op school. En wij vinden het ook belangrijk om dat praktische stuk bij de student bij te brengen. Hoe kunnen studenten zich ontwikkelen binnen Amega? Binnen Amega heerst een leercultuur. Wij vinden het erg belangrijk om op te leiden en persoonlijke groei aan te moedigen. Zo ook bij leerlingen van Curio. En op het moment dat ze een stageplek krijgen bij ons, dan krijgen ze direct ook heel veel verantwoordelijkheden mee. Nou, dat zorgt voor betrokkenheid vanuit de student. En uiteindelijk resulteert dat in een hele vruchtbare stageperiode voor de leerling, waar hij gewoon heel veel leert over de praktijk. Wat zijn hun dagelijkse werkzaamheden? Nou, ik denk dat de student beter zelf kan laten zien. Oké, laten we daar naartoe gaan. Hey Dylan, kun je mij vertellen hoe je in contact bent gekomen met Amega? Dat is eigenlijk een heel simpel verhaal. We hebben vanuit Shoreham een keer een meeloopdag gehad bij de vestiging van Ames in Zwijndrecht. Ames is onderdeel van Amega. Mee mogen kijken in de showroom en in de werkplaats van hoe gaat het, zit het nou een beetje in elkaar. En toen eigenlijk een paar maanden later waren ze ook bij ons op school op de stagedag. Nou, daar weer in contact mee gekomen en werd ik uitgenodigd voor een gesprek. Hoe was je gevoel bij je bedrijf? Nou, eigenlijk een goede indruk gekregen. Ook veel mogen horen uit de ervaringen van de verkopers zelf. Ja, dat maakt het mij eigenlijk alleen maar meer enthousiaster om hier te mogen komen. Het zijn mooie verhalen, maar wat leer je hier nu bij Amega? Nou, je leert hier eigenlijk van alles. Aan het begin word je eigenlijk gewoon in de showroom neergezet. Nou, en uiteindelijk ga je dan ook afleveren van nieuwe auto's. Echt gewoon alsof je een volwaardig lid bent van het team. Goedemiddag, hi Susanne. Jij bent HR-directeur. Kun je mij vertellen wat Amega nou precies doet en wat voor soort stage je kunt lopen? Goeie vraag. Amega is een groeiende automotive holding in de regio Zuid-Holland-Zuid. Ik zeg altijd de mooiste en zeker ook de leukste automotive holding van heel Nederland. En qua stage lopen, ja, kun je hier eigenlijk alle kanten uit. Hè. Wij bieden elk jaar heel veel stagiaires de kans om een hele leerzame stage bij ons te doen. En dat is hier in de werkplaats, maar dat kan ook in de showroom zijn, op kantoor. Hebben we heel veel verschillende functies. Stel, iemand wil je stage komen lopen. Hoe gaat het sollicitatieproces en waar letten jullie vooral op? Solliciteren kun je via werkenbijamega.nl. He, daar kun je aangeven wat voor stage je wil lopen, welke opleiding je doet. En wij vragen dan ook een kort cv van je. Dan gaan we kijken van, past jouw opleiding in ons bedrijf? En wat vinden we dan belangrijk? Dat is dat je graag wil. En dan vinden wij het ook heel leuk om heel veel tijd in je te investeren. Zodat je, nou ja, aan het eind terug kan kijken op een hele leerzame stage. En nou zijn jullie als Amega trouw altijd aanwezig bij onze stagemarkt. Wat heeft dat dan voor jullie als meerwaarde? Het is voor ons leuk om op zo'n stagemarkt ons bedrijf te laten zien en de mogelijkheden die we bieden. En het is heel leuk om natuurlijk de studenten al te leren kennen. En dan kunnen we kijken van, zijn we een match? He, vind je het ook leuk om bij ons bedrijf stage te kunnen lopen? En daarmee wordt al een basis gelegd voor die stage. Nou Suzanne, heel erg bedankt voor je verhaal, maar ook voor onze samenwerking. En ik hoop dat we nog heel lang samen kunnen werken. Ik ben het helemaal met je eens, dankjewel. Ja, gaan we doen. Tot ziens. Okay, tot ziens. Hi. Dag. Super tof om te zien dat onze studenten van Curio fijn stage lopen bij Amega. Zo zie je maar weer dat het belangrijk is voor bedrijven om zich aan te melden als leerbedrijf. Wil je als bedrijf een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van studenten? Neem dan contact op met Curio.